Welkom bij Corona Survival Kids van Dynamo. Vorige week zijn jullie bezig geweest met hip-hop. En deze week willen we jullie meenemen in de wereld van graffiti. Dus we gaan graffiti tekenen. Hoi, ik ben Patrick en ik heb vandaag mijn iPad meegenomen. Met deze iPad kan ik ook tekenen. Wat ik vandaag eigenlijk wil doen is jullie meenemen. Ik heb hier een iPad, hier schets ik veel op. Ik kijk regelmatig plaatjes ook op die iPad om na te tekenen. Er zit een leuk programma op, Procreate heet dat. En dat maakt het eigenlijk allemaal makkelijker om te tekenen. Je hebt dan niet telkens een nieuw vel papier nodig. En, ja, dit zijn wel voorbeeldjes van wat ik zelf getekend heb. Ik laat dit gewoon even een paar dingetjes zien. Dit is waar ik zelf mee bezig ben, een werk wat ik aan het maken ben, een schilderij eigenlijk. Kijk, dit is een beetje de beginschets die ik gemaakt heb. En daarna ga ik dat verder uitwerken. Dit is bijvoorbeeld een stier waar ik mee bezig ben om die te tekenen. En dan kan ik van daaruit verder tekenen. Ik moet gewoon wat dingetjes proberen alvorens ik het echt op een schilderij teken. En hier zie je gewoon wat voorbeelden die ik getekend heb. Hier een Donald Duck. Ik ga gewoon beginnen. Je pakt gewoon een potlood of een pen. Potlood is makkelijk, ze kun je ook een beetje gummen natuurlijk. Met deze iPad kan ik gewoon hier van allerlei dingen uitkiezen. Ik kan bijvoorbeeld een potlood uitkiezen, maar ik kan ook bijvoorbeeld een stift uitkiezen en dan teken ik met een stift. En met deze dingetjes zet ik het wat dikker en wat dunner. Maar we gaan het vandaag simpel houden, dus we beginnen gewoon met een potlood, zodat jullie ook mee kunnen tekenen met mij. Misschien is het handigst als we beginnen met letters tekenen. We beginnen gewoon met een A. Waar ik eigenlijk altijd mee begin is gewoon een letter A schrijven. Dit is een A. Die A die bestaat eigenlijk uit een balkje zo en een balkje zo. Wat ik dan probeer om het wat meer graffiti-achtig te maken is, je tekent een balkje zo, je tekent een balkje zo en je tekent een balkje zo. Dan heb je eigenlijk al een dikkere A, zeg maar. Dus als je dan een gum pakt, ik kan hier ook mee gummen, dan gum ik de binnenste lijnen, die gum ik weg. Heb ik eigenlijk al een redelijke A. Maar dit is natuurlijk nog niet leuk genoeg. Dit is nog niet graffiti genoeg. Dus ik ga die A proberen uit te breiden. Ik bouw er hier boven een dakje op. Ik maak er hier een stukje aan vast. Ik kan hier ook een stukje aan vastmaken. Als ik dan die andere lijntjes weer weg ga gummen, dan ziet die A ineens er alweer een heel stuk gaver uit. Pak ik een B, doe ik eigenlijk hetzelfde. Ik teken een B, dat is een balletje zo, een bochtje zo en een bochtje zo. Wil ik dat nu in een graffiti-stijl doen, maak ik dus een balkje van de B. Ik maak hier een bochtje en ik maak hier nog een bochtje. Dan heb ik eigenlijk al een B. Ga ik weer gummen, haal ik deze dingetjes weg, de binnenste lijntjes. En dan ziet hier alweer wat meer graffiti-achtig uit. Wil ik daar een beetje opleuken, kan ik zeggen bijvoorbeeld van nou, ik maak die B. Ik ga deze lijn bijvoorbeeld een beetje doortrekken. En het hoeven niet allemaal mooie strakke lijnen te zijn. Het gaat erom om de vorm van de letters. Ik probeer er altijd een beetje een bepaalde flow in te krijgen. Dat die letter een beetje beweging krijgt. Of dat die grappig wordt. Of dat die juist heel stoer wordt. Als ik dan die lijntje weer wegveeg hier. Dan heb ik al een heel stuk meer graffiti B. Heel veel mensen denken vaak dat ze alles meteen al heel netjes en heel mooi moeten tekenen, maar dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Je begint eigenlijk gewoon met een hele grove schets. Als ik gewoon een hele grove schets maak, we gaan weer even met die A beginnen. Ik probeer wat netter A te maken. Je ziet wat ik probeer gewoon een beetje dat balkje waar we straks mee begonnen zijn. Dus deze balk van de A, deze dus, die maak ik nu wat krommer. En ik doe dat gewoon heel grof, een beetje zo. En deze balk die laat ik een beetje meer bewegingen komen. Nou, dan zet ik hier een onderkant, is een beetje saai. Ik denk van, dan maak ik hier een blokje aan of een balkje of pijltjes. Doet het ook altijd goed in de graffiti. Nou, dan komt er in het midden nog dit balkje in. Maar dan kan ik ook bijvoorbeeld door laten lopen. De balk daar weer helemaal uitsteekt. Dan maak ik hier bijvoorbeeld een pijl aan. Stift zetten en ga je met die stift ga je het weer netjes overtekenen dat het mooi strak wordt, zeg maar. En dan heb ik eigenlijk al, wordt het alweer wat mooier. Nou, probeer ik die schaduw weer erin te maken. Dan moet
beetje echt voor jezelf even uitdokteren hoe dat het beste werkt. Ik doe mijn schaduw altijd aan de rechterkant, vind ik gewoon het fijnste. Werkt voor mij het makkelijkste, sommigen doen het juist aan de linkerkant. Het is maar dat je een beetje een idee hebt van hoe het werkt. Dan gum ik deze potloodlijnen, die ga ik uitgummen. Ja, zo ga ik eigenlijk een beetje te werk. Wat we gaan doen, we gaan het woord survival gewoon maken. Ik begin gewoon met schetsen. Ik neem jullie gaandeweg wat ik doe. Probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen wat ik doe en waarom ik dat doe. Corona Survival Kits, zo heet het. Dus we nemen het woord survival. We beginnen met een S natuurlijk. Ik ga eerst kijken naar mijn blad. Ik heb een bladzijde. Hier komt het woord survival ongeveer te staan. Dus ik moet niet zo'n grote S maken, want dan past de rest er niet meer op. Ik begin eigenlijk altijd heel grof te schetsen. Dus ik begin gewoon met een S en ik probeer die vorm te pakken te krijgen. Dus ik ga om die letter heen ga ik eigenlijk tekenen. Hier komt die S, hier komt het bochtje aan die kant. En je ziet hoe slordig ik dat doe. Dit is ongeveer de S. Dan komt hier de U. Ik ga het nu proberen om het wat netter uit te werken. Dus deze S die ik hier had, pak ik iets. En ga ik die lijnen wat netter maken. Bijvoorbeeld als mijn schets heb, mijn potloodschets, dan ga ik het met de stift nog een keer dikker overtrekken, zeg maar. En dan gum je daarna die potloodlijnen weer weg, dan heb je alleen de stiftlijnen erop staan. Als ik dat nu eens doe. Ik vind dit goed, dus ik ga deze lijnen nu even met de zwart overtrekken. Wil je verder gaan, ga je gewoon lekker verder met tekenen. Je kunt door blijven gaan, urenlang. Je kunt bijvoorbeeld op de achtergrond kun je nog, ik noem maar iets, baksteentjes maken. Heel simpel. Teken een paar baksteentjes, komt het er meteen een heel stuk leuker uit te zien. Je kunt het in gaan kleuren, je kunt er poppetjes bij tekenen, je kunt kroontjes erbij tekenen, je kunt van alles. In ieder geval bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben, een leuk begin gemaakt hebben en willen jullie meer zien. Laat het ons even weten.